weten, Frodo ligt bij me op bed. En ik zei, kom naar beneden. Hij wou niet naar beneden, hij wou er niet af. Kom nou. Nou, op een gegeven moment ja, komt hij toch in de startblokken om op te staan. Even pakken in beeld. Hé, je doek is kwast. Hé, je doek is kwast. Ja, lieve vrienden, ik ben nog steeds ziek. Ja, en de camera die staat een beetje te scheef. Ik ben nog steeds ziek, maar dat kan de pret niet boeien. Ik heb dus alweer een hele tijd ook niet gevlogd. Het is vandaag, precies woensdag 6 november en we leven om 12:31 uur. Jack was weer hallo, is al geweest. Rebecca is al geweest. Gisterochtend... ik ben weer naar de dokter geweest, krijg vandaag mijn medicijnen thuisgebracht, mag ik hopen. Gisterochtend dat ik opstond om naar de huisarts toe te gaan. Nou, jullie weten, Frodo ligt bij me op bed. En ik zei, kom naar beneden. Hij wou niet naar beneden, hij wou er niet af. Kom nou. Nou, op een gegeven moment, ja. Komt hij toch in de startblokken om op te staan. Maar hij kon amper van bed afkomen. Ik denk, wat is dit nou? Ik denk, ja, ik kan je niet tillen. Dus nou, op een gegeven moment hij er dus wel af en hij strompelt naar de trap. Ik denk, nou, als dit maar goed komt, ja. Ik hou mijn hart vast. Is hij wel beneden gekomen, maar de laatste helft heeft hij zich eigenlijk meer laten vallen. Donderen, glijden, weet je wel, met een hoop lawaai. En ik zat helemaal over hem in en hij liep helemaal alsof hij bezopen was met zijn achterkant. Want dat is zijn achterkant. En dan moet ik hem iedere keer optillen om op de bank te zetten. Ik moet hem optillen van de bank af naar de grond. Hij loopt wel naar buiten. Hij moet toch zijn behoefte doen. Maar hij wil amper water drinken. Eten heeft hij gisteren allemaal nog wel gedaan en gedronken, maar nu... Hij heeft eten gehad, nou het staat er nog, zijn vlees, zijn natvloer, wat hij altijd gek op is. Nee hoor, dat, hij legt daar nou nog, heel zielig. Ja. Hé mannetje, ja, hij is zo zielig is hij. Ja, hij kan wel kwispelen nog allemaal, hè. Ja, hij kan nog kwispelen. Hopiedopie, hè. Ja, hij kijkt ook zo zielig, hè. Maar oké, ja, ik weet ook niet wat ik eraan doen moet of wat dan ook. Nee. Ik kijk het vandaag nog af, als die morgen nog niet wil drinken. Want drinken is juist ook zo belangrijk. En als hij er nog niet wil drinken, dan bel ik de dierenarts op en ja, wat moet ik ermee? Help, ik kan niet bij je komen, want hij kan amper lopen en ik heb geen auto. Ik heb mijn scootmobiel, daar kan hij niet op zitten, want dan rijd ik over zijn staart heen. Nou, dat kan ook niet, hè? Nee, vooral omdat hij nou, ja, last heeft van zijn achtergedeelte. En of het nou verpoten zijn, nou ik weet het zelf niet, maar Rebecca die heeft op gelet en die zegt nee, het zijn zijn poten niet. Het is volgens haar zijn heup. Het kan. Ja, hij is ook dikke 12, 13 jaar zoiets is hij. Zeker weten doen we het niet. Ik moet weer even een brief opzoeken dat we hem gekregen hebben, mijn man en ik. Want we zijn 11 jaar geleden op 25 september getrouwd. Toen hadden we hem al, want we hadden hem datzelfde jaar, in januari, februari, zoiets, hadden we hem gekregen. Maar dat staat op papier, zwart op wit. Met handtekeningen eronder. En dat zit in mijn kistje. Dus ja, dat is gewoon, ik moet die even pakken en dan, daar staat het exact op wanneer dat was. Maar ik heb het zo met een beest te doen en ja, dan ben je zelf ziek en dan zit je te denken van wat moet je nou? Ja, Vind ik zielig hoor. Hé mop? Ja. Nou, dan ben je zo ellendig allemaal. Maar, nou ja, ik weet het ook niet. Wat is er nou weer? Gaan we janken? Dat hoeft niet hoor, ik ben thuis. Ik ga niet weg. Nee, geen zin in. Oh man. En dat doet zozeer, dat hoest. Maar oké, dat kan de pret niet drukken. Ik heb gisteravond wel weer een vlog in elkaar gezet. Die staat weer op YouTube. Die komt vandaag weer online. Dus ja. We doen het kalm aan. En dan kom ik er vandaag en dan kom ik er morgen wel. En dan het andere jaar. En ja, af en toe vlog ik iets. En dan weer een tijdje niet. En dan weer het wel. Dat eerst maar goed beter worden. Maar ik wil jullie toch wel even op de hoogte brengen. Hoe het hier al reilt en zeilt. En ja, omdat dus Rebecca kwam en Jack was hier hallo, ben ik dus uit mijn bedje gekomen en ook vanwege Frodo, want die heb ik vannacht beneden moeten laten leggen. Maar ja, hij heeft zich kranig gehouden, ik had wel zo'n muilkorf erbij, want ja, hij lag alleen en je hoort niet dan alle geluiden. En weg die naast me hoor ik ook dat geslobben van hem. En ja, dat hoor je niet wanneer je boven ligt en hij beneden. Dus muilkorf bij hem. En hij is mooi stil gebleven. Ja, ook niet gejankt. Maar ja, vanochtend, ik had Gandalf naar buiten gehad. Ik had hem naar buiten gehad. Weer naar binnen, weer op de bank getild. Maar ja, ik moest me nog aankleden toen. Dus muilkorf om, ja wat denk je, begon te janken. Ik mocht niet naar boven toen mij aankleden. Wou die mee? Ja, nee, je gaat niet mee. Kan nou niet mee. Wil, dat lukt nou niet. Kan hem niet tillen. Mijn man, ondanks dat die spierziekte had, oh die tilde hem zo mee hoor, als het moest. Ja hoor. Die had zijn kracht nog, weet je. Ondanks de spierziekte was hij niet zijn kracht kwijtgeraakt. En daar ben ik blij om geweest. Hij kon nog heel veel, doordat hij die kracht had. Maar dat kwam ook omdat hij vroeger heel veel aan sportiviteiten heeft gedaan. Zwemmen, hoe noem je dat in het water, voetbal, weet ik veel, hoe dat allemaal heet. Maar hij deed zoveel en hij heeft gezeild en ik weet het maar niet meer. Maar in ieder geval, hij was actief in sportiviteiten. Dus ja, hij heeft ook karate en hoe heet dat, met dat ninja gedoe, weet ik, zo heeft hij allemaal gehad. Ja, hij heeft ook zo'n heel, heel pak gehad met die schoentjes erbij, helemaal in het zwart. Ja, dus hartstikke mooi allemaal. Maar oké, lieve vrienden, ik hou jullie niet verder op. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is mooi weer hier en daar wat bewolkt, maar... Verder is het wel mooi weer, het zonnetje schijnt en ja, voor mij mag het altijd wel schijnen, want dan vind ik veel fijner dan dat trieste, druilerige, koude, smerige rot weer. Ja, ik heb het nou ook koud, maar de Rebecca die zei ook al, het komt omdat je niet in orde bent. Ja, klopt ook. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan en ik spreek jullie wel weer. Ik zou zeggen, later, doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer even in beeld. Ik ben wel opgemaakt, maar ja, ik ben nog steeds niet in orde. Maar in ieder geval, het is vandaag zaterdag. 9 november en we leven om 13:46. Ik ben kapot, ik ben af, ik ben moe. Ja, ik zal ook op blijven ook voorlopig. Frodo die kan voorlopig ook niet mee naar boven. Die heeft het nog steeds aan zijn achterkant last van. Wat precies, ik weet het echt niet. Ik moet hem iedere keer optillen van de bank op de grond. Lopen, ja, het is net alsof hij dronken is. Met zijn achterkant dan, de voorkant gaat alles goed, maar de achterkant niet. En ja, de trap op mag, kan ik dus niet doen, want dan moet ik hem optillen. Ja, hoe? Ik kan dat niet. Dat had ik nou lekker weer op de bank. Ik heb hem net eventjes buiten gehad. Maar ik ben zo moe erdoor allemaal. En nou had ik ook nog een rotnacht, want hij was om de anderhalf uur was hij wakker. En dan begint meneer te janken, want hij kan niet tegen alleen zijn. vreselijk. Het is net alsof hij verlatingsangst heeft. Het zou mogelijk zijn natuurlijk, maar hij doet het zo niet wanneer ik de stad inga of wat dan ook. Maar in ieder geval, dan ligt hij te janken tot de mens, maar het is hier gehoord, dus je moet wel naar beneden, want anders worden de buren weer wakker. Want het klinkt door. Nou, dan ben je ook weer zoet mee, dus zit je ook weer een uur tot anderhalf uur beneden, totdat meneer zijn ook weer eens een keertje neer wilt geven. Nou ja, en dan kun je weer naar boven, maar eer dat je zelf dan weer in slaap valt, het gaat er ook weer een dik half uur voorbij. Dus ja, ik ben nou echt kapot hoor. En hoe had ik eigenlijk eerder op willen staan vandaag? Ik had iets op de pas willen doen voor Karen en Roderick. Nou ja, het is nog natuurlijk vroeg, het moet nog 2 uur worden, maar het weer is ook veranderd. Vanochtend vroeg scheen de zon, maar die is nou niet te zien. Nee, het is donker. Enkel daar ginds, in die hoek is het nog licht, maar daar wordt het donker. Daar ook komt donkere lucht vandaan, dus ja, ik weet het niet hoor. Maar oké, ja, ik zit aan de salontafel, ik ga 4 uur zitten. En dan zometeen even een bakje koffie doen. Hé? Als het tenminste van meneer Frodo mag. Ik zal hem even pakken in beeld. Hé? Jodokus kwast. Hé? Jodokus kwast. En nou, je kan wel lief zijn als je maar wilt. En daar hangt een staart van Eowyn. 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 Hallo. Hier, ik wil er nog eentje. Oh ja, zo gaat het wel, hè? Maar je moet er wel om denken. Ja, kijk, 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 kijk. Doe toch niet zo raar. En je hoeft niet de bank af te likken. Is nergens nodig. Malle hond. En Gandalf, nou die zit weer op zijn eigen vertrouwde plekje. Hé? Ja nou. Jij? Ja? Ja? Hij is zo lief, hè? Hey. Ja, die is lief. Hij functioneert lekker als kruik als ik het koud heb. Meneer die heeft het ook 9 van 10 keer dan koud en dan komt hij onder het dekbed bij mijn voeten leggen. Heerlijk, lekker warm. Ja. Nou, jullie weten het, maandag moet ik me weer als heks verkleden. Dat vind ik wel leuk hoor, daar niet van, maar als je zo beroerd en misselijk en onderweg bent en zo moe en dan dat Frodo erbij krijgt, dan heb je helemaal geen fut. Je hebt nergens gezin in, je bent maar moe, moe, moe. Maar ja, die griep die ik heb, dat is ook een griep. Nou, wil je niet weten. Ik hoop dat jullie er, deze griep niet krijgen. Ook al krijgen jullie de griep, niet deze. Nee, want het ene is over, dan komt het andere er weer voor terug. Bij wijze van spreken, diarree en misselijk overgeven. Ja, dat heb ik nou momenteel. En daar word je ook weer uitgeput door hoor. Echt wel. Mijn stem die gaat nou goed. Enkel het hoesten wil nog steeds niet, want ook dat doe ik nog. Maar het is het een en het ene is weg en het ander komt er weer voor terug. Dus ja, wanneer word je beter? Oh, maar ja, oké, lieve vrienden, geniet van het leven. Doe ik verder dus ook wel, want ja, het leven heeft meer te bieden dan enkel het ziek zijn. Enkel ik wel dat het wel eens een keertje overging, ja. Nou, jullie horen het. Ja. Maar het komt ook wel weer goed. Ja, echt wel. Oh ja, ik had dat nog niet laten zien, geloof ik. Ik zal het nog even pakken. Even kijken. Oh, die staat nog. Ik had oorbellen besteld. Het ene weten jullie, ik had daar even eentje van. Die had ik met Halloween in. Dat was deze. Dat was dat vleermuisje, die had ik dus in. Ja, nou, en nou heb ik, die kwam een dag daarna, hè, kun je nagaan, maar wil dat er niet. Zo, dan moet ik het omdraaien. Dat zijn dus maandjes met vliegende hekjes erbij. Dat is ook leuk, hè? Ja. Dat, die doe ik eventjes in met, ik heb een plaatje om en er komen mijn haartjes aan te zitten. Maar in ieder geval, die doe ik maandag in. Want maandag hebben we dan Sint Maarten. En ja, die doe ik er maandag dan erbij, vind ik leuk. Is weer wat anders. Ja toch? En deze doe ik zo meteen erin. Ja. Die doe ik er zo meteen in, maar ik vraag me af waar ik die slootjes heb gelaten. Ik zou het even zo niet weten, maar dat kan wel goed. Ik heb wel meer slootjes. Dus, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder en ja, ik hoop dat ik vandaag nog wat filmen kan. Want ja, je weet, je bent ziek en dan doe je niet veel. En ook met filmen niet. Maar dat maakt de pret ook niet druk. Ik maak er gewoon een, voor in zijn geheel met TZT een vlog ervan. Jij mag niet over de kookplaat lopen. Ik hoorde mijn kookplaat tuut zeggen. Er loopt Gandalf eroverheen. Mag niet, hè? Nee. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ja, ik vergeet jullie niet hoor, nee. Vergeten jullie mij ook dan niet? Nee, nee. Ook al kijk ik een beetje sip. Ook sip en mensen moeten er bestaan. Maar ook dat komt omdat ik ziek ben. Ja, ik voel me lang niet goed. Maar dat mag ook allemaal niet, de pret drukken, zolang ik niet in het ziekenhuis lig. Ja, ik heb nog ander nieuws, is ook zo. Mijn vriendin. Weet jullie nog dat ik een brief op de post deed die een beetje dikker was, waar een pentagram in zat? Die ik naar Riet zou toesturen. Dat staat nog in een vlog. Ja. Die zou ik opsturen naar haar. En ze heb hem niet mogen zien. Nee, haar zoon die heeft hem geopend. En die heeft hem aan haar voorgelezen. Onze lieftallige Riet, die is dinsdag 29 oktober ten val gekomen in haar huisje. Door een hersenbloeding. Ze is in coma geraakt. Gisteren hebben ze familieberaad gehad met de artsen. En ze hebben de hele boel gestopt. Ze krijgt geen zondevoeding meer, niks. En ja, we wachten tot het heen is gegaan. Ze legt nog wel aan hoe heet die pomp nou? Oh jee, die medicatie, oh jee. Gandalf help eens. Hoe heet het nou? Normaal weet ik het altijd. Morfinepomp. Daar legt ze wel aan en als ze al meer pijn krijgt, dat wordt, ja, hoe ze dat zien merk ik weet het niet. Als we mensen in coma leggen. Maar in ieder geval, dan krijgt ze daar, ja, een pomp gaat natuurlijk van zichzelf, hè, is ook zo. Maar in ieder geval, ja, het kan elk moment gebeuren. En dat doet mij ook weer veel verdriet. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen begrijpen. Dat doet ook veel pijn. Ik was heel close met haar, ook al kon ik haar niet persoonlijk. Ik was wel heel close met haar en zij weer met mij. Dat komt er wel weer alweer naar voren door de familie. Ik sta in contact met ze, met de familie. En die hebben ook gezegd, ja, ze had het heel veel over u. Ook de zoon. En ja. Kom maar. Kijk, daar zijn we weer, hè. Hier. Hij wil heel veel op schoot leggen, meneer Gandalf. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, sorry dat ik met dit nieuws allemaal kom bij jullie. Maar dan weten jullie er even van verdrijven. En zijn we hier in mijn huisje. En ja, dat komt vanzelf wel weer goed daar niet van. Maar je moet eerst maar eens kiezen zien op te knappen. En dat wil niet echt, nee. Oh, joekte. Ha, maar oké. Ik zou zeggen, geniet verder en ik ga de koffie. Ik zou zeggen, tot later.